zitten hier op de Zuiderweg, dat is waar u woont, aan het spoor. Nog steeds. U heeft uw hele leven lang hier aan de Zuiderweg aan het spoor gewoond. Ja. Dat is dus een bijzondere plek met een hele bijzondere geschiedenis. Want daar staan niet veel mensen in Hilversum bij stil, denk ik. Niemand. Dat is niet zo bekend, nee. Hè? Nee. Toos Wijmers-Smulders zou hier samen met haar buurvrouw, mevrouw van der Meij, al op heel jonge leeftijd een bijzondere daad verrichten. Hoe oud was u toen precies? 7. 7 jaar. En een gezin van hoeveel kinderen? 10. 10 kinderen, ja. En we zijn er alle 10 nog. De oudste is 90 en de jongste 74 en we zijn er alle 10 nog. Het hele gezin woonde aan het spoor. Niet dat je makkelijk bij de treinen kon komen. Een hoge schutting gemaakt van spoorbielzen scheidde het spoor van de weg. Er reden vaak goederentreinen langs, naar het oosten. Dat moet wat geweest zijn, dat je die goederenwagons hier voor de deur voorbij zag komen, wetende dat daar geen goederen in zaten, maar mensen. Mensen, door het gillen. Heel vaak reden ze 's nachts. En doordat ze hier stil moesten staan, was ook omdat hier, hè, dus waar nu de bovenkant van de tunnel is, de onderdoorgang bij het spoor, daar was de draaischijf van de locomotieven. En hier verderop, eventjes net bij de tunnel, daar stond de waterpijp. Dus ze werden hier voor onze deuren ook. En de kolen werden daar ook in gegooid. Dus en vooral 's nachts werden er ook treinen, maar ja, dan sliep je natuurlijk. En er zei er weer eentje die het wel gezien had. En die zei van, oh, vannacht was het een gegil uit de treinen. Heel, heel erg. Maar ja, wat doe je dan? Ja. Ja, wat kan je doen? Je kon niet zomaar bij de treinen komen. Er stond een hoge schutting langs het spoor. Dat waren allemaal bielsen, ja. Op een stukje. Dus die waren dus 1,5 meter hoog. En er was een tekort aan alles. Voedsel, brandstof, er werden bomen gekapt om te stoken. En zo moest ook de schutting eraan geloven. We hadden, omdat het de koude winters waren, hadden we de bielsen om en om eruit gehakt en gezaagd om te stoken in de kachels. Normaal gesproken kon je er net niet door zo. Maar als kind zeiden, kon je er wel zo doorschuiven. Hadden we zo'n grote trekzaak aan beide kanten, gingen we de bielsen in stukken zagen. En zodoende hadden we een heel stel bielsen allemaal om en om. Hadden we eruit gehaald. Niet alleen voor de warmte in huis bleek het handig. Toen er een goederenwagon stilstond, kwamen de gaten goed van pas op die bewuste dag. Dat was 's morgens 7:15, 8:15. Rond die tijd, want ik was al op. De buurvrouw hoorde mensen gillen. En die tikte bij mijn moeder aan dat ze wat gehoord had. En ik ging met haar mee naar buiten. En toen zei ze, even daar onderdoor. En toen hoorden we bij één wagon hoorden we mensen roepen door een kier bij de deur. En toen ging zij er tegenaan. En toen konden heel veel mensen konden eruit springen. En die zijn heel veel vertrokken naar wat vroeger het slachthuis was, waar die nieuwe woningen nu staan. Ja. Daar zijn ze allemaal, die hele wagon leeg. Allemaal die kant op. En 3 waren er bij ons binnen, bij de buurvrouw binnengekomen. En die zijn dus door 3 huizen verdeeld. Maar ze dorst ook niet anderen open te gaan maken, omdat die trein alweer ging rijden. Dus 1 wagon hebben we toen open kunnen maken, dat ze eruit konden vliegen. Zou je een schatting kunnen maken hoeveel mensen in Hilversum zijn ontsnapt? Ik denk wel 40, 45 dat ze hutje op mutsje in die wagon stonden. Die eruit zijn gekomen? Die eruit zijn gekomen. Minstens 45 mensen ontsnappen. En 3 duiken onder in de straat.
Hoe beschrijf dat? Dus hoe was dat, de sfeer toen? Nou, het was angstig. Wij mochten ook als kind niets zeggen, niks zeggen, helemaal niets. Dus dat werd ons echt thuis ingepompt. En ook door de buurvrouw en de buurman. Dat Toos, mondje dicht. Ja. Toos, mondje dicht. Met mijn buurvrouw. Dat was echt iets van... Dat ik later dacht van... Oh. En toen zei mijn buurvrouwtje van... Kom maar Toos, kom maar. En die heeft me geknuffeld en gedaan. Ze zegt, en dat vergeet je nu maar. En dat is afgelopen en die mensen zijn gelukkig. En dat heb ik toen gewoon zo gedaan. Ja. Ik kon er toch met niemand verder over praten. Hè? Dus ja. Ook na de oorlog werd daar niet zo over. Daar werd niets meer over gesproken. Nee. Ja. Nee, alleen met mevrouw. Met mijn buurvrouw. Die, ja. Daar kon, omdat zij wist wat we samen hadden meegemaakt. Ja. Ja. Yeah.